Het motivatieinstituut MotivA heeft vanmorgen samen met Stuka Suriname en XM Pros NV het online platform Stuka geïntroduceerd. Dit platform biedt leerlingen de mogelijkheid om online te oefenen met oude examenwerken van het GLO en het MULO. Volgens Elvin Roosveld, voorzitter van MotivA, zijn de examenwerken hetzelfde als op de website van het examenbureau. Het platform Stuka biedt toch wat voordelen ten opzichte van de website van het examenbureau. Het verschil tussen wat wij nu doen is dat je niet meer hoeft te gaan corrigeren zelf, maar dat op het moment dat je je examen hebt gemaakt, dat je direct ziet aan het einde, ben ik geslaagd, ben ik niet geslaagd en terug kan gaan. Welke vraag had ik fout? Waar waren mijn goede antwoorden, zodat ik weet van Amy Stuka en Miredi. De eerste keer dat ik zelf het examen MULO heb afgenomen, schrok ik van mijn resultaten. Maar het is dan ook een refreshment. En het ligt niet eraan dat jij als ouder die vragen moet kunnen beantwoorden. Het ligt eraan dat je kind die nog op school zit, die vragen moet kunnen beantwoorden. Het ligt aan jou om ervoor te zorgen dat je kind studeert. En daarna ga je Stuka gebruiken om te kijken van oké, je hebt gestudeerd. Wat is blijven hangen? Wat is gaan bekleven? Zodat we geen discussie meer hebben, toch? Je was anderhalf uur in die kamer. Wat heb je gedaan? Nee, je hebt anderhalf uur geschiedenis gedaan. Ik zie dat terug, want je kan zien hoeveel minuten je bent gebleven per vraag. Dus dat maakt Stuka zo handig ten opzichte van de traditionele manier met pen en papier. En je kan een examen zoveel keren afnemen als je wil. Dus als je 100 keer geschiedenis wil maken totdat het gaat zitten, kan je 100 keer geschiedenis maken totdat het gaat zitten. Roosveld zegt verder dat de examenwerken van GLO en MULO van 2012 tot 2017 op het platform te vinden zijn. De registratie voor het platform geschiedt via een code, geeft Roosveld aan. Je koopt die code. Je investering is 100 SRD. En eigenlijk kan je een simpele berekening maken. Hoeveel kosten boekjes? Weet je, hoeveel boekjes kan ik aanschaffen? Die code kost 100 SRD. Je gebruikt hem voor het hele schooljaar. Je koopt je code. Maakt niet uit als je hem op je telefoon, je laptop, je computer wil gebruiken. Die Tori is geregeld. Het werkt op alle devices. Mensen stellen soms de vraag, hoe staat het met tekst? Ja, je kan de tekst aan het begin openmaken en dan de vragen daarna. Dus ook dat kan je doen met je device, toch? En onze kinderen zijn slimmer dan we denken. Dus als de vraag gesteld wordt, ja, maar dan moeten ze van links naar rechts gaan. Onze kinderen kunnen het, want ze springen ook tussen Facebook, Instagram, WhatsApp. En het is belangrijk voor ouders en leerkrachten om te weten dat de kinderen heel veel bezig zijn met hun mobiele devices. Als je kijkt naar het artikel dat we hebben geproduceerd, we hebben 5000 leerlingen geïnterviewd. En als je kijkt daarna, dan zie je dat van die 5000 het gros als nummer 1 aangeeft, ik ben gemiddeld 3 uurtjes met mijn smartphone bezig. Dat is veel. Als wij nu kunnen zeggen, oké, van die 3 uurtjes, dat swing 1,5 uur naar je Stuka om je examen te maken en te kijken hoe ready je bent, dan zie je dat het kan. Elvin Roosveld, voorzitter van het motivatieinstituut MotivA. Hij sprak vanmorgen in de congreszaal bij de introductie van het online platform Stuka. De examenwerken voor het LBO worden dit schooljaar nog afgerond. Het VWO en HAVO worden volgend schooljaar toegevoegd.